1, dag geurgenoten. 2, 3, 4, de tijd gaat nu in. Dag geurgenoten. Dag geurgenoten. Ik ben heel erg gek op colognes en met deze zomer echt kun je dus heel veel sprayen. Ik doe het dus ook. Ik heb een groot huis, dat is waar. Maar ik heb een andere strategische plek, even snel de colognefles neergezet. Ja. Zoals even waar me staat. Ik heb er één in de auto. Ik vind het echt goddelijk. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe colognes. Ze zijn heel vaak natuurlijk een variatie op een thema. Citrusvruchten, af en toe een kruidje erbij. Maakt allemaal niet uit. Het blijft lekker. Ik had het van de week nog. Mocht ik eindelijk weer een nieuw stuk zeep gebruiken. Hè? Want mijn ouders hebben... Toen pakte ik de zeep van Roger Gallet. Ja. Van de klassieke cologne. Hè? Ja. Dat zit daar gewoon helemaal in die zeep. Hè? Die nu op jouw wasbak ligt? Ja. Ja, dat is lekker. Lekker is dat, hè? En je ruikt gewoon helemaal die cologne die erin zit. Net een Napoleon snoepje. Ja, ja, heerlijk. Ja. Dus ik had weer zin in een cologne. Terwijl ik nog voldoende heb. Ik heb thuis op een fles van 3 liter staan. Waar ik alle colognes heb en bij elkaar gooi. Hou je ook lekker cologne over. Maar ik wou even het nieuws hebben. Toen ik hoorde Orisa Legrand ook met een cologne kwam. Die moest ik dus direct hebben. A, omdat ze in die fantastische flessen zitten. Kijk, ze dit laten zien. Ja. Kijk, 300 ml is het, hè? Ja, geweldig. En er zit nog een flesje bij van, ja, 100 ml. Ja. Dus 400 ml voor de... Wat is de prijs ook alweer? Weet ik niet meer. Nee, maar het viel wel mee, hè? Ja. Is in de 80 of zo, ja, was dat? Ja, nou. En toen was ik gisteren op de markt in Hogeveen. Kun je naartoe gaan? Maar in ieder geval, ik ging een zijstraatje in. Hogeveen had ook zijstraatjes. En daar zat een Turk. Ja, ik noem hem maar Turk, maar hij heet waarschijnlijk een Marokkaan. Vond ik dit. Kijk eens. Helemaal plastic. En het merk heet Kartoupou Merci Limounou Colonia. En is het voor oraal gebruik? Oraal gebruik. Voor frisse adem? Ik kan wel weer tanden mee poetsen. Maar dit is 1,95. Nou. En wat ik vind leuk, ik vind het bijna schattig. Nee, überhaupt dat ze moeite doen om dit in een flesje te stoppen. Ja. En dat ze, het is dan toch het komt uit Turkije. Dus het is daar allemaal warm. Dus dat mensen daar lekker veel gebruiken. En dit is echt dit, hè, zo even. Even tussendoor. Ja. Dit is meer een spray. Ja, dan, maar het is een soort, ja, het is een hele simpele cologne. Ja. Maar er zit verder ook niks in volgens mij. Nee. Maar het is gewoon... Ik gebruikte vroeger altijd uit Spanje, Nenuco. Weet je, dat is ook van die baby cologne. Ja. Lekker, die is echt lekker. Maar nu is dus deze van Orisa Legrand. En dat heet het Cologne Extra Vieille. Wat dat extra oud betekent, dat ben ik nooit achtergekomen. Maar dat soort volgens mij dat het langer heeft gelegen. Ja. Jongens, hou je van colognes, neem deze bij in je repertoire. Want het is... Ja, goddelijk klinkt allemaal zo overdreven, maar... Ik heb hem niet geroken. Nou, jongen, hij is echt zoals het hoort, ja, hè? Ja, deze is wel heel knapperig. Erg, hè? Zo van alsof je het... Weet je wat ik al... Ja. Echt, echt pittig. Pittig. Ja, mooi. Niet dat getut. Nee. Dus echt strak, zo... hè, altijd. Strak, ja. Echt heerlijk. En dat is toch strak echt het goede woord. En dat gaat goed aan een cologne. Ja. En daar heb ik het er vaak over gehad. Een goede cologne, of voor mij een goede cologne, die heeft geen witte musk. Nee. Want witte musk maakt dingen poederig in plaats van houten fris. Ja, die houten frisheid niet aan. En dan heb je toch meestal met hout. Ik denk hier een beetje gewoon een soort hout, beetje, misschien zelfs een beetje patchouli in zit. Ja, meestal een beetje cedar. Het is gewoon heerlijk. Daar heb je een soort puurheid die je gewoon bijna ook wilt... Ja. Niet drinken. Je kunt het gewoon helemaal over je heen sprayen. Ik geloof dat als deze fles, als ik goed doorga, dan is die eind deze zomer leeg. Ja, heerlijk. En het doet me ook een beetje denken aan als je in Amerika die grapefruitplantages hebt. Hè? Ja, ja. Dan rijden met de trein zo langs en toen was ik zo warm en al die ramen op. En echt zo, warm. Ja? Eén golf kwam het naar je toe. Heerlijk. Maar colognes hebben er vaak over gehad, maar herhalen het weer. Want het is zomer, zomertijd, komkommertijd. Ja. Jij verkoopt slecht komkommers, hè? Ander onderwerp. De groentetuin, dames en heren. We hebben nog niet eens wijn op. Nee. Maar waarom verkoop jij niet goed colognes? Ja, mensen vinden het te snel weg. En ja, mensen cologne. Hebben bepaalde verwachtingen. En Etat Libre d'Orange heeft bijvoorbeeld een cologne. En dat is een eau de parfum. Die is lekker. En die is geweldig. Ja. En die blijft heel lang hangen. Maar mensen daar zit toch bloedsinappel in, of niet? Ja, in die? Ja, mensen hebben iets tegen het woord cologne of zoiets. Dat ruikt dan ouderwets. Of ja, terwijl dat is in Amerika is dat gewoon een naam voor een eau de toilette. Cologne is dat. Ja.
Ik vind het mooi. Je moet die van Jardin d'Écrivain eens een keer ook ja, die heb je testen. Die probeer je wel langer aan. Die pistolen. Ja, ja. Nou, dat is heel goed hier, want het gaat puur even puur om ja. het verstuiven. Om die, het, die ruik je heel lang, ja. vind ik. Ja, Chanel heeft ook die drie nieuwe colognes. Ja? Dat heet Lo. Ja? En het is dus geïnspireerd op drie steden waar ze vraag kwam. Dus Biarritz, Venise en... ja, dat. Nou ja. Noord-Frankrijk, god weet het daar ook weer, die kustplaats, Deauville. Oh, ja. En wat ik daarvan vond, is dat ze zei, het is bijna geen Cologne. Het is voorbij Cologne. Het is nog Cologne voorbij, ze heb ik het ook genoemd op mijn blog. Het is lichter dan een Cologne. Okay. Dus het is bijna een soort bruin. Ja. Ze hebben een mist. Ja. En de Cologne gebaseerd op een Chypre structuur. Dat was die van Venise. Die was dan ook weer het lekkerste, omdat die gewoon het langer vasthoudt. Okay, ja. Een soort basis, een soort diepte die erin is. Is het te geparfumeerd misschien? Nou nee, ik vond het te waterig. Oh, ja, dus dat het zeg maar dat het gewoon heel snel weggaat. Dat het een soort mist is, waar het eerder om de verfrissing gaat dan om de geursensatie. Ja, oké. Okay, ja. Guerlain had dat volgens mij toch ook, of niet? Ben ik nou in de war? Dus die waren ook zo snel weg. Dat weet ik niet meer. Ja, dat waren die ook met plaatsnamen. Volgens mij, ik weet niet. Oh, die zijn volgens mij, dat was Paris-Moscou, Paris-New York. Maar ja, dat waren dan weer geen colognes, maar dat dacht ik ook van. Ja, maar dat staat wel tegen het cologne aan. Ja. Die vond ik ook niet geweldig. Nee. Een beetje jammer. Ja. Maar ja. Maar ik vind dat iedereen eigenlijk als hij een keer een geur koopt, daarbij een cologne moet kopen. Ja. Gewoon om het verschil te zien. Ja. Je hebt het wel nodig, gewoon, vind ik. Oké. Okay. Toch? Begrepen? Ja. Begrepen? Ja. Begrepen is kopen. Ja. Oké? Okay? Dat was het. Goed zo.